41 jaar na de landstitel van de Rapid JC viel er voor Kerkrade en omstreken eindelijk weer eens een hoofdprijs te begroeten. De Amstel Cup. Net als Ajax, Feyenoord en PSV hoefde Roda, door de hoge klassering in de PTT Telecompetitie het seizoen daarvoor, zich niet te bemoeien met de poolwedstrijden en was de eerste klus de 16e finale wedstrijd tegen de amateurs van Katwijk. Op papier een makkelijk te nemen horde, op het veld bleek het minder simpel. Roda begon voortvarend en kwam al in de tweede minuut door Arno Domerniek op een 1-0 voorsprong. Maar Katwijk gaf zich voor een elleboogstoot van scheidsrechter Mario Ende de rode kaart. En het leek dus een kwestie van tijd voor Roda de ongelijk geachte strijd in het voordeel zou beslechten. André Ooyer zorgde voor de hernieuwde voorsprong. En even later werd er na deze corner hens gemaakt in de 16 meter van Katwijk. Richard Roelofsen mocht vanaf 11 meter voor een veilige voorsprong zorgen. Zijn inzet werd echter gekeerd door Katwijk-keeper Hugo van Duin. Een kwartier na rust moest van Duin alsnog capituleren. Edwin Robbers verraste zijn eigen doelwachter. Maar Katwijk bleek veerkrachtig. Marco de Ridder bracht de spanning weer terug, omdat ook Katwijk een strafschop kreeg te nemen. De Ridder met 3-2. Dichterbij kwam Katwijk echter niet, want even later maakte Katwijker Edwin Robbers deze overtreding. En kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd, dus rood. Edwin Furens deed wat Richard Roelofsen eerder had nagelaten. Hij scoorde vanaf 11 meter. En daarmee was het heldhaftige verzet van de amateurs definitief gebroken. Nog geen minuut later was het al 5-2 door een treffer van Jan-Pieter Martens. En gelukkig voor Richard Roelofsen kwam zijn naam toch voor op het formulier met doelpuntenmakers. Hij bepaalde de eindstand tegen Katwijk op 6-2. De loting voor de achtste finales koppelde het Roda van Martin Jol aan de Graafschap. De Graafschap ontpopte zich voor de winterstop als de revelatie van de PTT Telecompetitie. En omdat het lot ook had bepaald dat Roda uit moest spelen, kon van een gunstige loting niet worden gesproken. Zenden. Houdt de bal binnen. Krijgt hem ook nog aardig voor hoor. Graafschap appelleert wel, maar dat had geen enkele zin. Het was bovendien niet terecht. En Furens nu weer de ruimte in. Goed begin van Roda. En dat scheelt toch allemaal niet zo heel erg veel. De opening is duidelijk voor Roda JC dat hier het tweede kansje heeft. Geen buitenspel. Van Hout mag dus verder. En uiteindelijk Furens net niet. Vaar is nog niet geweken. Wel wat minder acuut even. Zenden. En olieslagen niet. Van dichtbij is het heel simpel. 1-0 voor Roda. Door Furens. Ongelooflijk wat een vrijheid. Edwin Furens die van een halve meter geen probleem heeft. 0-1. Onverdiend is het niet. Maar hier de verre trap van Zenden. Simon. Die springt en hier Furens vrijgelaten door Hendricks. En olieslager aarzelt ook. 0-1 dus. Simon, Furens.
komt weer een prachtige paas. Dit keer naar Lawal, Vurens. En nu komt Olie Slager wel voor Van Hout. Dit is de fase in de wedstrijd waarin Roda het af kan maken. Graafschap speelt niet goed. En dit is met een goede paas. En het tackle van Vrede die door Weegreef tot strafschop wordt gepromoveerd. Nou ja, neemt de beslissing van ver Weegreef. En helpt wellicht de Graafschap terug in de wedstrijd. Hij geeft geen kaart, Weegreef. Godde beschermt de bal goed. En Weegreef heeft gelijk, want Vrede is te laat om de bal te spelen. Raakt de bal ook niet. En daar gaat Godde. Een berusting bij Jol en ook bij Achterberg. En Hesp die buiten uw beeld, maar wel solliciteert naar een gele kaart door die bal nog eens weg te gooien. En zo brengt Rode JC zichzelf in de problemen. Want had het de voorsprong van 1-0 moeten uitbreiden en wordt het nu geen 1-1. Ibrahim. Nou, als je dit soort kansen laat liggen. Hesp mooi naar de verkeerde kant, maar wat geeft het? Ibrahim ziet hier wat wij net al zagen. Schultz. Victoria. Nok. En weer Victoria. Dit lijkt me kansloos. Hoewel, Nok is een vechtertje. En Nok mag dus ver door. En creëert zo de beste kans voor de Graafschap. Omdat Dominic slordig verdedigt. Ibrahim kon er niet bij en staat nu buiten spel. Ali Ibrahim. Veel besproken in deze wedstrijd. Kijk hier, Dominic draait de verkeerde kant op. Had die bal gewoon moeten laten lopen natuurlijk. En Nok doet dit dan vervolgens erg goed. En Ibrahim komt niet bij die bal. Het was ook moeilijk. Vurens was er ook. Melvin Plet gekomen van Dordrecht. Dat heeft een hele tijd geduurd. Komt er nu in voor Edwin Vurens. Die last heeft van het linkerbeen. Maar wel een van de betere was vandaag. Niet alleen vanwege zijn doelpunt. Melvin Plet maakt dus zijn debuut. Vurens eruit. Vrede. Niet bij Plet, Vreeman. Ibrahim en Luipers zit daar nog net even tussen. En Ibrahim knokt en frommelt maar door. Maar Vrede is nog sterker, toch Lucassen. Dat is goed. En nu? Ibrahim met de gelijkmaker. Nee, Hesp met een schitterende redding. De Graafschap is wakker. Maar Hesp is een uitstekende doelman, ook hier weer. De mogelijkheid voor Ibrahim. Nadat hij zelf zo verbeterd had doorgeknopt, komt uiteindelijk Lucassen bij de voorzet. En Hesp met twee vuisten. Lucassen met de goede voorzet. Ibrahim mooi gedaan en Hesp redt vrij. Van der Haar. Godde. En Hendricks. Ibrahim. Vrede. Laat die bal lopen voor Hesp. Maar dat gaat allemaal maar net goed voor Roda dan. Graafschap heeft zich helemaal teruggeknokt. Overtreding op Van der Haar. De bal wordt ver weggetrapt. Door Dominic. Of Schops. En die moet dus rood. Ja, zo is het. Dominic is zo dom om die bal ver weg te trappen. En Weegreef heeft dat allemaal haarfijn gezien. En dus
maakt Roda het zich wel heel erg moeilijk vanavond. En moet het de laatste 6 minuten met 10 man. Hendricks. Martens. Plet. En hier is ruimte voor Van der Heijden. Maakt Roda dan in de slotfase alsnog af? Ja, dat gebeurt. Eindelijk is Roda in veilige haven via Van der Heijden. Met een man minder ook nog. Dat kan allemaal in deze gekke bekerwedstrijd. Dus was het vertrouwen van Jol in de slotfase althans terecht. En vierde de Roda supportersfeest. Wat heeft Roda het zichzelf ongelooflijk moeilijk gemaakt in deze wedstrijd. Grootste tegenstander waren ze zelf, maar dit doet Van der Heijden goed. Kruislinks langs Olieslager, blijft goed kijken en haalt prima uit de verre hoek. Kansloos. De Graafschap ligt eruit. Roda JC in de kwartfinale. Er zijn er een paar die bij ons een bekerfinale hebben gespeeld. Dank je nou. Dank je wel. Nooit gewonnen. En dat zou natuurlijk mooi zijn als het kan. En ja, nu, er zitten een paar grote clubs bij, maar er zitten ook een hoop mindere clubs tussen aanhalingstekens. Dat is natuurlijk altijd moeilijk, maar de kansen liggen er natuurlijk. In de kwartfinale speelde Roda tegen een tussen aanhalingstekens mindere club, FC Zwolle. Heerlijke sfeer in Zwolle. En Roda met Vurens, goede opening. Van der Heijden. Komt niet tot een voorzet omdat de sliding daar is van Harry Sinkgraven die zijn neus brak vorige week op de training en vandaar dat hij met dit masker speelt. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Roda. Daar komt Vrede en die komt over. Het ziet er gevaarlijk uit voor Roda. André Ooyer naar buiten naar Van der Heijden. Voorin de lengte. Bij Sibon, daar is Sibon, die raakt hem niet goed. Vurens kan er niet bij en dan Zende, die schiet de bal het Oosterhengstadion uit. En dat alles na zo'n 15 minuten spelen. Sibon verlengt richting Vurens. Edwin Vurens met de grote kans, een half uur gespeeld en daar is de openingstreffer. Hij doet het, Edwin Vurens. Het juichgebaar was daar bij Jol. Het sterke spitsenduo van Roda, Sibon Vurens, een combinatie tussen beiden, zorgt voor de 0-1 en Timmer is geslagen. Beproefde wapen, doorkoppen van Sibon. Vurens neemt die bal mee, Boekweg is te laat en Timmer is kansloos op de inzet van Edwin Vurens, 0-1. Jan Bruin, dat is goed, Ristilee. Boudestein, slecht aangespeeld. Zender ertussen van de Leur. Die raakt de bal kwijt aan Van der Haar. Ristilee. Met Zenden. Maar als je binnendoor is, niet zuiver. Dominic met de herstelwerkzaamheden. Schops van der Heijden. Dan loopt hij toch dood. Was goed, de kans wellicht. Roelofsen. Die komt niet op een schot. Goede bewegingen van Schops. Vurens. Van der Heijden. Van der Heijden, Sibon vrij. Timmer komt er niet aan. Sibon één keer. En dan Timmer alsnog, nog steeds. Henk Timmer. En dan wordt er gefloten door Demming. Na een overtreding van Timmer. Het geel voor Roelofsen. Die fel reageert. Gerry Zende. Het slachtoffer. Nog een keer dat moment. De voorzet. Timmer komt er amper aan. Sibon met de eerste inzet. Dan Timmer met de hand. Dan gaat hij door en lijkt die Zenden te raken. En is de penalty gegeven door scheidsrechter Temming. 5 minuten voor de rust. Wellicht een wat zware straf. En Timmer wordt de verkeerde kant uitgestuurd. Roda komt op een 0-2 voorsprong. Dat alles nog steeds in de eerste helft.
En zij hebben de lange reis niet voor niks gemaakt. Onberispelijk ingeschoten. Geen kans voor Timmer op die inzet van Gerald Sibon. Hakje mislukt. Richting Kromheer. Roda. En Dominik. Paasje is mooi richting Van der Leur. Geen buitenspel. In de blessuretijd van de eerste helft is het Timmer die de 0-3 voorkomt. Gouden mogelijkheid voor Erik Van der Leur. Hij faalt in de afwerking. Eén kans tegen Zwolle in de eerste helft. Voor de rest Roda toch de betere ploeg. Daar ook de terechte voorsprong. De ploeg uit de PTT-hele competitie. Reinders. Langs Van der Heijden. De terugleggen, Sinkgraven. Met Masker schiet net naast. Het was het moment geweest voor Zwolle om terug te komen in de wedstrijd in de blessuretijd van de eerste helft. Koppeleur, Schrops helemaal vrij. Schrops, ja, zo is het wel erg simpel. Ja hoor, dat is de beslissing al. Na 3 minuten in de tweede helft is het Maarten Schrops. De Belg, die scoort alle tijd en ruimte om tot scoren te komen. De pruts achterin bij Zwolle, 0-3. Van der Haar. Bruin. Met Vrede. Bruin langs Vrede, het schot van Bruin. En dat gaat rakelings langs. Tweede goede kans voor Zwolle in deze wedstrijd. En deze kwam na een kleine 10 minuten in de tweede helft. Eindelijk is Bruin een keer weg bij Vrede. Maar dan net langs het doel van Hesp. Roda gaat wisselen. Sibon zal wellicht gespaard worden voor het duel vrijdag tegen Ajax. Zijn vervanger Peter van Hout, de Belg. Bruin met de kans. Jan Bruin langs Hesp. En dan de terugleggen. Ili met de kopbal. En die gaat naast. Uit het niets ineens die mogelijkheid. Voor Zwolle. Van der Leur. Van Hout. Dominik. Oh, wat een mooi doelpunt. Jawel, prachtig doelpunt van Arno Dominik. Iets meer dan 20 minuten voor tijd. De paas van Van der Leur. Invaller Peter van Houten, Belg, verlengt. En dan Dominik met veel gevoel plaatste die bal over de kansloze Timmer. 0-4. Gevaarlijk spel tegen Knippenberg. Training van André Ooyer. Van der Haar en Knippenberg achter de bal. Het wordt Idi. Uiteindelijk wordt het Hesp. Geen enkel probleem. Hout van Boek weg. Plet stuurt Van Hout weg. Boekweg probeert het herstellen, maar Van Hout kapt hem uit. Nou, Peter van Hout. 1-1. Keer probeert Timmer die bal te stoppen. Hij laat hem los en daar is Peter van Hout. Hij zorgt voor 0-5 en doet dat voor 10 minuten voor tijd. Het wordt een afslachting voor FC Zwolle. En toen waren er nog maar 4. Heerenveen, Willem II, Helmond Sport en Roda JC. In de halve finale mocht Roda thuis spelen tegen Willem II. Het leek of half Tilburg was uitgelopen om deze confrontatie in de halve finale te bezoeken.
begroette zijn gasten op gepaste wijze. Tweede van rechts, Eddie Achterberg, daarnaast de hoofdtrainer Martin Jol. En de Tilburgse corner. Op Veskens, bal schiet door, zo, wat een kans in de openingsfase. Hij was er voor deze Bert Komperman. Anderhalf minuut gespeeld. En Komperman kan vrij inkoppen. De redding is daar van Ruud Hesp. Vrede wint van de gier in de lucht. Van der Leur, van Hout. Handig, nieuw op de Veskens uitspeelt. Het paasje richting Dominik is goed. De inzet van Dominik. Mapai en Corayon die weghaalt. Dat is de eerste kans voor Roda. Kleine 10 minuten gespeeld. Beide ploegen ook qua kansen op gelijke hoogte. Goede mogelijkheid voor Dominik. Weinig ruimte op het middenveld. Beide ploegen spelen op de aanval. Twee kansen tot zover in deze wedstrijd. En wellicht nu de kans voor Jack de Gier, die sneller is dan Vrede. Maar Vrede blijft goed kijken. En blokt de inzet van de aanvoerder van Willem II. Het levert de tweede Tilburgse hoekschop op. De lange bal. Prachtige paas. Vrede. Lijkt de Gier te moeten laten lopen, maar kan alsnog herstellen met die uitschuifbare benen. Hippia, Hesp. En dan is het Van der Leur die bal van de doellijn haalt. Protesten van de Gier, die dacht dat de bal over de doellijn geweest was. Deze bal is wel over de zijlijn geweest. Maar zo stapelen de kansen voor beide ploegen zich toch op. Nog een keer kijken, Van Haren komt weg. Hippia, Hesp. En dan staat Van der Leur duidelijk voor de doellijn. En is het dus een juiste beslissing van Hulte, de man in het groen. Kalasek, Van Hout, overtreding Veskens. Sibon. Van afstand, zo. Wat een prima inzet, wat een prima knal van Gerald Sibon. Met moeite uit het doel geranseld door Chris Mampai. Net met de hand langs de goede kant van de paal van Willem II. Uitstekend schot van Gerald Sibon. Dominik, Sibon. Afgetroef door Komperman. Van de Vecht. Van Hintem. Maar Willem II komt er niet meer uit. Sibon. Sibon schiet zelf richting korte hoek. Het was wel verrassend, maar het was niet goed. Schenning weg bij Sibon. Komperman. Van Hintem. Beweging bij Van der Vecht. Het is Komperman die gevonden wordt. Het paasje is goed. De Gier. Goed naar die bal toegegleden. Hij kon de juiste weg naar het doel niet vinden. Dat was ook Collerwood. Goeie aanval van Willem II. Komperman er weer bij betrokken. En dan de Gier. Die niet af kan maken. Maar het was ook moeilijk. Van der Leur. Op links. Aardig balletje richting Van Haren.
De voorzet is nog aardiger en het doelpunt is perfect. Gerald Simon, wat een afscheid. Althans, als je ervan uitgaat dat hij morgen voor Ajax tekent. Hij zal het seizoen wel afmaken, maar Roda komt op 1-0. Het doet dat, iets minder dan een kwartier voor tijd. De blijdschap natuurlijk bij Achterberg en bij Jol. Maar zeker ook bij de 10.000 Kerkraad supporters op de tribunes. Zijn tweede in de Amstel Cup. Van der Leur met het balletje, veel gevoel. Kalasek is bij Van Haren. De voorzet is bijzonder knap van Ramon van Haren. En de kopbal is goed tussen Schenning en Konterman van Gerald Simon. Die goed naar de bal toe komt. En Mampai kansloos laat. Roda JC 1, Willem 2-0. Iets meer dan 2 minuten nog. Vrije trap van Mampai. Vrede. Loffen legt terug. De Gier in 1 keer. Daar komt Roda nog even heel goed weg. Thuisploeg komt eruit via Simon en Lawal. Martens voorin, hetzelfde geldt voor Vurens. Hier is Edwin Vurens, het schot. De redding van Mampai en dan opnieuw Vurens. En daar komt binnen 2 meter schrik vrij. Dat had ook de definitieve beslissing kunnen zijn. De Vlam slaat nog even in de pan. Kans voor de Gier op de gelijkmaker. En de kans voor Vurens op de definitieve beslissing. En het voordeel van de ploeg van de man die we daar zagen staan. Die het ook niet meer houdt in de dugout. Martin Jol. Voorin Simon. Wordt dit de beslissing? Het doorgaan van Ooyer. Te ver voor zich uitgespeeld. En Willem II wellicht nog een keer. 1 minuut nog. De officiële speeltijd. Naar voren die bal. Richting de Gier. De Gier en Vrede. Vrede maakt zich breed. Hesp jaagt hem over de zijlijn. Het zijn misschien de aardigste duels van vanavond. Die tussen Vrede en Jack de Gier. Van Hulten kijkt op zijn horloge. En ziet daarop dat er meer dan een minuut is gespeeld in de blessuretijd. En dan het onherroepelijke einde. Dat komt voor Willem II. Helemaal hoog jouwzend aan de zijde van Roda. Die symptomen betreft aan de zijde van Willem II. Roda bereikt dus de finale van de Amstel Cup. Op Hemelvaartsdag was in de Kuip Heerenveen de volgende tegenstander. En het werd een onvergetelijke dag voor een ieder die erbij is geweest. Een volksfeest die zijn weerga niet kende. De Roda en de Heerenveen supporters steunden hun eigen team met wederzijds respect. Voor Heerenveen was dit de tweede bekerfinale in de clubhistorie. Voor Roda na 1976, 1988 en 1992 de vierde. Nog Heerenveen, nog Roda mocht de beker ooit het eigen publiek tonen. Daar zou dus voor één van de twee clubs verandering in komen. Nou, succes, hè? Mooie wedstrijd. Je mag wel, geef niet wie je wint. Maar wij hopen van Heerenveen. Ja, wij hopen voor Roda. Ja, ja, oké. De Roda-fans vierden voor de tweede keer in 1 jaar carnaval. En de Heerenveen-fans beleefden de Elfstedenkoorts opnieuw.
samen met Roda. Okay. Goedemiddag vanuit de Kuip. Het is al genoeg gezegd. Het is al meerdere malen herhaald. Maar je kunt het niet vaak genoeg zeggen als je dit ziet. Dit is leuk. Dit is prachtig. Dit heeft alles om er een mooie voetbalvooravond van te maken. Ik hoef u als voetballiefhebber ook niet te vertellen wie is. We beginnen straks, omdat het zo is aangegeven, maar met de opstelling van Roda. En dat is dan volkomen willekeurig. Hier de vlaggetjes die al vroeg in het stadion waren geplancheerd door de organisatie van Roda Kamp. Die konden de supporters dan oprapen en dat hebben ze gedaan. Als het goed is gaan we eerst beginnen met het spelen van de volksliederen. Het Limburgs volkslied en het Friese volkslied. Nu het Limburgs volkslied. Door. Een waterig zonnetje dat wel en de Amstel Cup finale is van start. Het Zende die alles eerder een finale speelde van de Leur. En die krijgt een vrije trap mee van Rijfbart. Mooier van Hout niet. De Meijer komt er ook niet uit van de Leur. Hier. Meteen is een steun en een overtreding van Konejev. Schot. Hier zie je, die gaat hard naar die bal toe. Konejev, nou. Een behoorlijke schop. Op schop. Van de Leur met de vrije trap. Vrede. Sipon bij de tweede paal. En dat is doelpunt heel vroeg in de wedstrijd. Wat een merkwaardige treffer. Hoe kan die bal erin? Vraag je je af. De wedstrijd is open, dat is duidelijk. Gerald Sipon, hij weer. Van der Leur met de mooie vrije trap. Vrede als bliksemafleider, want hier is in alle vrijheid. En Vrede. Achter de lijn kopt hij de bal nog door. Althans, zo zag ik het. Maar kijken of dat ook echt zo is. Sipon. Ja, de bal is al over de lijn. Aan de andere kant Talan. Talan en de 1-1 hand van echt op nee. Jongen. Waar is de bal? Als het zo blijft te gaan, dan is het heerlijk. Talan houdt het overzicht. En hier is Echtop. En die doet het met de rechter te slap. En de herkansing is ook voor Hesp. Die hier de bal, hier de bal heeft. Juist. Visser met een goede opening op Talan. Randje buitenspel. Talan. Vrij trap mee. Overtreding Dominic. Met de bal in eerste instantie niet lekker mee, Talan. Dan had hij snelheid kunnen maken. Nu kwam hier deze Dominic tegen. In 10 minuten vrije trap komt van Konejev. En die gaat er ook in. Wat is dit toch? Ruud Hesp. Jongen.
probeert het ineens, maar dat moet dus voor Hespijn. Dit is verschrikkelijk als je dit overkomt als doelman. Zo vliegen ze er natuurlijk erg gemakkelijk in aan beide kanten. Dominic kiest voor Van Haren. Dat dacht ik al. Van Hout. Had alles vrij. Krijgt hem niet. Van der Leur. Daar is ruimte. Heerenveen moet uitkijken, want hij schopt. Hij mag nog een keer. Zenden. Roda zet even Heerenveen vast. Hoekschop. Via Palpas. Van der Leur met de hoekschop. Vrede niet, maar wel Zenden. Dankjewel. 2-1. Jongen. En gaan we in dit tempo door, dan staat ons nog heel wat te wachten. Vrede niet, maar Zenden daarachter wel. En weer de ruimte. Vrede weer als bliksemafleider en Zenden komt natuurlijk onberispelijk binnen. Weer gevaar voor het doel van Heerenveen. Waar blijft de bal nu? Bijna bij Sibon, komt bij Laval. Weer de ruimte tegen de lat en Sibon net niet. Kopbal van Zenden weer, nu tegen de lat. Thomasson. Die nu over de knie gaat bij Van der Leur. Maar het zijn slimme overtredingjes. Corneev mag nog in blessuretijd. Hesp is gewaarschuwd. De afstand is pittig. Corneev probeert het toch. Tegen Senda. Zo het laatste wapenfeit voor rust. Rode SC leidt en leidt dik verdiend. Met 2-1. Martin Jol, de tweede helft gaat zo dadelijk beginnen. Een hele open eerste helft hebben we gezien. Ja, ik denk dat wij gewoon op voorsprong hadden moeten uitbouwen en 3-4-1 moeten komen. Ze hadden ook kunnen scoren, maar ik denk dat wij 4-5 open kansen hebben gehad. Het wordt nu nog moeilijk. Ik denk dat Nigaard erin komt. Ja, en dat is toch weer ook weer een kopsterke jongen erbij. Dus kijken hoe wij dat opvangen. Oké, we gaan naar Leo Driessen. Veel succes in de tweede helft. Weer achterin bij Heerenveen. Wat vraag, wat willen jullie? Ze willen de beker dus niet of zo. Hier Van der Leur, maak het dan maar af. Ja, natuurlijk. Het is ongelooflijk. Wat een geknoei. Wat een gelummel achterin. Van der Leur, de oudste bij Roda, mag het uiteindelijk afmaken. Maar het is meer een spelletje van wie wil hem hebben. Hier Hansma. En wat is dit dan? Van Hout is lastig natuurlijk. Vonk vergeet de bal. En Sibon glijdt hem naar Van der Leur. Dankjewel. 3-1. Van der Leur, we weten dat hij een prachtige traptechniek heeft. En zo'n buitenkansje is aan hem wel besteed. Nou, wat Roda voor rust niet deed, doet het kort na rust wel. Dat is door. Uitkijken, want daar is Sibon weer. Ja. Heerenveen blijft achterin, maar erg onzeker spelen. Van der Leur, mooie paas hoor, Sibon. Van der Leur, wil hem terug, krijgt hem niet, maar dit is ook mooi natuurlijk. Ja, dankjewel. Schops. Het is gebeurd met Heerenveen en Roda, dik verdiend. Op ruime voorsprong.
prachtig mooi uitgespeeld. De paas is hier al geweest van der Leur. Die kan hem terugkrijgen. Maar dit is ook een mooie keuze. Vonk is kansloos. Kijk naar de beheersing van Sibon en Hansma. Houdt alleen het handje vast, maar dat schiet verder niet op. En raakte Hansma hem nog even? Ik weet het niet, maar Korneev. Dit is aardig hoor. Prachtig. Van Pastoor. Maar Hesp zag hem natuurlijk ook aankomen. Ruimte voor Dominic. Dat is mooi gedaan van Tobiasen. Boude. En Korneev. Nygaard is voorin. Hier is Nygaard, maar die komt er niet bij. Wel Talan. En 4-2. Jawel. Probeerde het net al in één keer Talan. En nu doet hij dat beduidend beter. En staat er in ieder geval een beter resultaat. En zijn de onderen de wereld natuurlijk nog niet uit. Want we hebben al heel veel doelpunten in korte tijd gezien. Nietelam neemt het stuitje. En dan ja, toch nog het beentje van Ooyer. Die ervoor zorgt dat de bal erin gaat uiteindelijk. Nygaard. Niet bij de bal. Dominic haalt weg. En dan, zegt Rijgwart, is het voorbij. En heeft Roda na 4 bekerfinales de cup. En wordt dat feestje daar gevierd door Van der Leur en Achterberg. En op het veld stapelen zich een behoorlijk aantal Roda-spelers opeen. Is Foppen, de Haan, teleurgesteld trainer. Dan hebben we een hele boeiende Amstel Cup finale gezien. Met Eddy, de ideale assistent. Achterberg, die een feestje viert met Ruud Hesp. Ze zijn allemaal heel erg blij bij Roda en terecht. Maar het is een hele mooie prestatie. Martin Jol, zijn eerste grote succes als trainer in het betaald voetbal. De Amstel Cup gaat naar Kerkrade en daar hoort hij gezien deze wedstrijd ook. Sibon wordt omhelst door Jol. En Albert Manting, de grootste man op het veld met de kleinste, Erik van der Leur. Erik van der Leur, een heerlijke wedstrijd voor jullie. Ik denk dat jullie geen enkele keren de problemen zijn geweest. Nee, ja, je komt eigenlijk in de problemen doordat je een tegendoelpunt tegenkrijgt. En dat was een heel raar moment. Ruud zegt ook, ik blijf een beetje hangen, ik kom niet goed van de grond af. Ja, en is dit. Dus dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Wat opviel, jullie begonnen heel fel aan de wedstrijd, terwijl Heerenveen juist heel mat was. Ja, maar ik denk dat wij het daar ook van moeten hebben. En je ziet, het levert resultaten op. Je zou bijna naar Korea gaan, ben je blij dat je gebleven bent? Ja, luister, ik heb bij Roda prima naar mijn zin. En het, als je dat met een beker kunt bekronen, is het schitterend. Oké, dankjewel. Winnaars vieren het feest op het veld, maar naast mij staat Jan de Visser van Heerenveen. Jan, heb je een verklaring voor dit verlies? Nou ja, dat zij gewoon op alle fronten beter waren, dus er valt heel weinig op af te dingen. Van het begin af aan zijn jullie eigenlijk niet in de wedstrijd geweest? Nee, dat klopt. Ik kwam heel slecht achter. Uit een dood moment waar je gewoon een week op traint. En dan gaat hij er toch in. Nou, dan komen we gelukkig gelijk. En eigenlijk krijgen we exact dezelfde goal weer tegen. Dan loop je nog niet achter de feiten aan, maar ja, het wordt wel moeilijk. En dan krijgen we een derde goal tegen, ja. Dan ben je klaar. Zo simpel is het. Het podium is gebouwd, daar ziet Jeur Sprengers. De bondsvoorzitter. En als het goed is, dat zijn echte zwaargewichten die de prijs uitreiken vandaag. Dus Erika Terpstra ook in de buurt. Die heeft ongetwijfeld een fantastische wedstrijd gezien. En dat was het bij Vlaag ook. De mooie rode Amstel Cup badjassen, terwijl de verliezers de winnaars feliciteren en zo hoort het ook. Europees voetbal, daar zal nog hard voor geknokt moeten worden door Heerenveen.
om het in de competitie te verkrijgen. En ook alle reserve spelers, zij die er eerder uit zijn gegaan, krijgen een medaille. En Hans Rijgewart. Nogmaals niet zijn officiële afscheid. Het kan zijn dat hij volgend seizoen niet terugkeert. De vierde man, Harry van Beek, die zo keurig de bordjes omhoog hield, krijgt daar ook een medaille voor. En dan alle aandacht voor de winnaars uit Kerkrade. Met Ruud Hesp en Erika Terpstra. Een kusje natuurlijk. En hoorde ik daar het woord fantastisch? Nee, dat hoorde ik niet. Nou was er ook veel bijgeluid. Maar Ruud Hesp heft de Amstel Cup als aanvoerder en die gaat nu van hand tot hand. En van Sprengers de medaille. Erik van der Leur maakte de derde goal. En sportief gezien in ieder geval een goede beslissing om te blijven bij Roda. Schops maakte de vierde. En voor iedereen is er een medaille. Iedereen, Van Hout en Martens ook, mag de beker even vasthouden. Vrede. En Sibon, die de wedstrijd al vroeg openbrak. Met die merkwaardige goal. Plet. Gekomen van Dordrecht. Maakt het als reserve mee. En Martin Jol, tussentijds gekomen naar het vertrek van Stevens. En het wat snelle afscheid van Eddie Achterberg gunt ook Eddie Achterberg de beker. Zoals gezegd in 76, 88 en 92 was daar de finale plaats voor Roda JC. En nu dan de winst. Maar dat laatste in 92 met 3-0 werd verloren van Feyenoord. Nu de overtuigende 4-2 winst. Omdat, zoals Jan de Visser ook terecht zei, Roda op alle fronten beter was. Wist waarvoor het kwam. En bij Heerenveen leek het althans alsof dat besef er niet altijd was in de wedstrijd. En dan zullen de spelers van Roda JC nog ongetwijfeld in gaan zetten voor een eerder rondje. Want alle supporters van Roda zijn nog gebleven en vieren hun feestje. Regilio Vrede, allereerst gefeliciteerd. Jullie hebben het niet echt moeilijk gehad. Nee, de eerste minuten waren we vooral scherp. Vandaar het eerste doelpunt. En ja, we stakten even terug omdat we een tegendoelpunt kregen. Maar ja, daarna hadden we weer het spel in handen. Dus ja. Het leek wel of Heerenveen zeker de eerste 20, 25 minuten als makken lammeren over de wei liep. Ja, het komt niet door Heerenveen, het komt door ons. We waren goed scherp. We zijn extra gemotiveerd geweest voor deze wedstrijd. En dat hebben we in het begin laten zien. Ja, het einde ook eigenlijk. Je bent nog jong, je bent van RKC Waalwijk gekomen. En nu met een hoofdprijs, het einde van het seizoen. Ja, het is heel snel gegaan. En het is altijd leuk als je toch een titel achter je naam hebt. En bij mij, ja, om het zo snel te gaan, is het nog leuker. Het is gewoon te gek. Hoe was het om tegen Echteld te spelen, waar je, ja, die je kent uit je blauw-wit tijd? Ja, zoals altijd is het weer spannend. Ik wil gewoon niet van hem verliezen. En we hebben één keer verloren voor hun. Twee keer gewonnen, dus ja, dat betekent een overwinning voor mij. Af en toe schoot er wel eens een bal onder je voet door of raakte hij hem niet goed. Maar elke keer kon je toch weer herstellen. Komt door mijn lange benen. Uitschuifbare benen. Dit is mijn geheim. Oké. Met wat voor gevoel zit jij in champagne te drinken? Nou, fantastisch gevoel, hè. Het is echt, we hebben hier zo lang naartoe geleefd. En het is mooi dat een club als Roda, die altijd maar zijn beste spelers moet laten gaan,
zo'n succes kan behalen. En dat is een compliment voor ons allen. Ja, want aan het begin van het seizoen zag het er een beetje moeilijk uit, hè? 11 spelers weg als ik het wel heb. Ja, en er zijn er een hoop teruggekomen. Maar ja, het is altijd maar weer inpassen, ieder jaar weer. En dat is een beetje frustrerend voor de meesten. En als je dan als spelers je zo goed kan pakken, ook met een trainerstaf erbij, ja, dan is het gewoon fantastisch dat je dit succes behaalt. En het leuke was dat het zo'n leuke wedstrijd was, denk ik. Wat is de kracht geweest van Roda deze wedstrijd? Nou, we wisten precies wat we moesten doen, want we waren uit met 3-1 verloren van ze. We wisten wat daar fout was gegaan. We hebben daar heel goed op ingespeeld, plus ontzettend agressief. En eigenlijk vanaf het eerste moment hebben wij denk ik de wedstrijd gedicteerd. Dat dacht ik ook. Even over straks, want dit is je eerste glaas champagne. Wat gaat er verder gebeuren? Nou, we blijven nog even hier denk ik. En dan gaan we naar Kerkrade en dan is het feest. En dan gaan we morgen om 11 uur moeten we ook bij het stadhuis zijn. En dan gaan we verder. Dus, Voor de verliezers van Heerenveen duurde de terugreis 4 maal zo lang als de heenreis. Voor Roda werd de reis naar Kerkrade terug een ware triomftocht. Eenmaal in Kerkrade wachten de spelers een warm onthaal. Drank en gezang volgde een volgende huldiging. En ook op het water ging het feest gewoon door. Het gemeentebestuur heeft daarna nog even overwogen een plaatsnaamverandering in te voeren. Kerkrade aan de Amstel.